Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 80 hier in Rusland. Heb jij de vorige aflevering gemist, dan ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje, klik daarop dat jullie die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Rusland. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Kijken wat dit gaat opbrengen voor ons. Het schiet al een klein beetje door. En moeten daarvoor oppassen natuurlijk. Anders gaan we het denk ik niet redden. DRS geopend. Topsnelheid is 350 km per uur. Dat is goed om te zien. We hadden dus paars in sector 2. Dat is de snelste tijd. Nee, want dat is Kevin Magnussen natuurlijk. Dat is niet onszelf, want we moeten nog een run afmaken. Ik had daar een klein foutje gemaakt. En nu pakken we wel de snelste tijd met 1.28.370. We zijn aanbeland bij Q2 op de medium compound. We zijn als laatste naar buiten gegaan, want de rest heeft allemaal een run laten noteren. Ja, ik dus niet, vanwege verkeer. En dat moet je gewoon niet hebben in je run. Dat is gewoon niet fijn. Dus ja, ik heb besloten om heel laat naar buiten te duiken. En dus gaan we kijken wat deze run gaat opleveren en opbrengen. We schieten een klein beetje door. Iets te wijd daar. Maar het is geen probleem. We komen eraan bij de laatste bocht. We krijgen een track limit waarschuwing. Maar zetten niet de snelste tijd neer, want we komen op 15e van Lando Norris. Maar dat is geen probleem, want we zijn mooi door naar het laatste deel van de kwalificatie. En nog 9 minuten op de klok. En dan gaan we kijken of we het bij deze ene run kunnen gaan houden. Want dan vind ik het wel mooi geweest. En dan sparen wij 2 setjes softbanden uit voor de wedstrijd. En dat is alleen maar goed. We zijn aanbeland bij het laatste deel van het circuit. Magnussen naar P3 met een 1.29.804. Wij komen bij start-finish op een 1.27.8. En dat is 14e sneller dan Lando Norris. Dus dat betekent dat wij pole position hebben gepakt. Danny Kvyat, lokale thuisheld, prima naar P3. Verstappen naar 4 pakt alweer Lewis Hamilton. En die staat ook niet in de top 10. Die start volgens mij op als P11. En we zouden vandaag coureurskampioen worden. Maar dit is dan alleen maar afwachten wat de rest dan gaat doen. We zijn er klaar voor carrière aflevering 80. Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix, one of 8 cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first 2 rows of the grid in recent years, so let's see if that can change today. It's full throttle for around 56% of the lap here at the Sochi Autodrome, a 3.6-mile run around the site of the 2014 Winter Olympics. 12 right turns and 6 left turns give us a total count of 18, with passing opportunities available into turns 1 and 13. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the professor. They've got a really good lead in the championship going into this weekend, so it feels to me that they've got one hand on the trophy. Let's not get too ahead of ourselves, Crofty. Yes, it looks like a big lead, but all it takes is a locked brake into turn 1, a sticky wheel nut in the pit stop, and that could all get turned on its head. You can never discount one more sting in the tail.
Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Kvyat, Verstappen, Alexander Albon, and Gasly, Sainz, Magnussen, Russell, and Lewis Hamilton, Vettel, Ocon, Louis Delatraz, and De Vries, Giovinazzi, Perez, Lance Stroll, and Nicholas Latifi, Leclerc, Matsushita, Ireland, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel is dus opnieuw de momentum mee te nemen in deze grote prijs. Het zou vandaag misschien zelfs de dag kunnen worden dat wij voor het eerst sinds Sebastian Vettel een viervoudig wereldkampioen zijn. En voor het eerst sinds Red Bull Racing dat wij een viervoudig constructeurskampioenschap hebben gewonnen. Nou, dat is al inmiddels bevestigd. In Italië hadden wij natuurlijk de constructeurstitel al binnen gesleept. Nu nog de rijderstitel medium soft. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor deze misschien wel beslissende aflevering van My Team Career Mode. Aflevering 80 is onderweg. En Lando Norris is beter weg dan ons. Zit al gelijk aan mijn binnenkant. En is er voorbij. Ook Danny Field kan misschien kijken. Maar dat lukt niet. Want wij blokkeren zijn pad. En pakken hier Norris mooi terug via die buitenkant. Terwijl mijn laptop weer een vliegtuig begint te worden. Heel irritant dat geblaas. Maar ik kan het helaas niet wegfilteren. Dus sorry daarvoor. Je zal het hier even mee moeten doen. In deze warme tijd van het jaar. Norris kan niet terugkomen in dit gedeelte. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 3. En we schieten hier een klein beetje door. En Norris kan dat misschien gezien hebben. Gooit daar een aanval. En is er voorbij. Maar we kruisen achterlangs terug. We hebben hier een betere exit. Nou, Norris geeft niet op. Een beetje wielbengen met elkaar. Maar toch nog de leiding herovert. Dat is goed om te zien. En zo moet het ook blijven deze wedstrijd. Dat we weer een 1-2'tje gaan binnenhalen voor het team. En Danny Kvyat doet het heel goed in zijn Alfa Tauri. Is naar P3. En houdt Verstappen op. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Okay, clear. Als het daar geel is. Het is daar geel en Norris valt daar aan. Daar valt een Mercedes uit van Lewis Hamilton. We remmen wat later dan de Brit om die positie weer veilig te stellen. En Lewis Hamilton valt uit in de wedstrijd. 0 punten voor de Brit. In ronde nummer 8. Norris kan hier alleen maar naar ons toe rijden. Kan niet aanvallen. En zo hoort het ook. In ronde nummer 11 duikt Lando Norris naar binnen. En we zitten in ronde nummer 12. Verstappen gaat een ronde langer door. Gaat een overcut proberen op Lando Norris. En wij gaan, als we naar binnen komen, naar de zachte banden van allemaal. Naar de soft compound. Terwijl de rest allemaal dan naar medium banden is geswitcht. Magnussen naar P4, Ocon naar 5. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als we naar binnen duiken voor onze laatste pitstop. Verstappen is naar binnen geweest. Norris is naar binnen geweest. De vraag is, komen wij voor of achter Max terecht? Ik hoop er net voor. Maar dan moet deze pitstop ook goed gaan. We zijn dus in pitlane. Exit. 2,7, een langzame pitstop. En dat heeft ons misschien een paar seconden geduurd. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. En Verstappen is ons voorbij. Jammer, maar helaas. We komen wel mooi voor Lando Norris weer terug de baan op. In diezelfde ronde
zitten we bij de staart van Verstappen. Verdedigt hier die buitenkant. Maar wij komen er toch langs met de snelheid die wij hebben. En kruisen hier terug naar onze lijn toe. En de leiding weer heroverd in ronde nummer 17. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 19 als daar Romain Grosjean op een ronde wordt gezet door ons. En Verstappen heeft een achterstand van 4,5 seconden na ons. Dus we zijn lekker weggereden van onze landgenoot. Dat is goed om te zien. We gaan ronde nummer 27 alweer in. De laatste raceronde gaat hier lopen in Rusland. Een hele korte aflevering helaas. Maar goed, daar kan ik helaas niks aan doen. De aflevering heeft tot nu toe 11 minuten geduurd. Dat is een record. En we zitten al in de laatste ronde van de wedstrijd. Het gat naar Verstappen is 13 seconden. En naar Norris is het gat 14,1 seconden. We zijn bij het laatste gedeelte van de grote prijs. Mijn laptop begint weer te blazen. Het is altijd bij dit hete weer dat mijn laptop dan een vliegtuig wordt. Dus dat vind ik wel jammer. Ik kan dat ook niet verminderen in Audacity. Dus ja, je hoort soms op de achtergrond een ruis. Maar goed, we zijn dus wereldkampioen in Sochi in de Formule 1. Voor de vierde achtereenvolgende keer. Een record wat Vettel ook heeft geëvenaard. Dat is heel goed om te zien. En dit betekent dat wij onze laatste titel hebben gewonnen in My Team Career Mode. Want volgend seizoen doen we niet meer mee. En we gaan het mooi vieren met het team. Een perfect weekend. Competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. That's a spectacular victory then. And with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij willen dus de wedstrijd pakken. Ook de snelste race. Verstappen naar P2. Norris teleurstellend naar P3. Kwiat knap naar P4. Albon 5. Vettel 6. Sainz 7. Russell 8. Magnussen 9. En Ocon op P10. En één uitvaller. Lewis Hamilton. We zijn dus wereldkampioen geworden. Bij de coureurs en de constructeurs. Dus de dubbel is dus nu officieel van ons. Uitstekend werk. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zeg je een enkele aflevering van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Ik kan helaas niks doen tegen de ruis die je nu hoort. Het spijt me daarvoor. Want Audacity kan dat die helaas niet wegfilteren. Dus heb jij ondanks genoten van deze ruis en misschien wel de regen... Beloon het dan zeker met een like. Niet genoten? Ja, dislike hem dan. En vertel me ook waarom je niet hebt genoten. Tot
Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Dan gaan we verder in de Verenigde Staten.